Zag je bij die penalty? Dit keer maar niet onderkant lat? Ja, ik had hem vorige keer in de linkerhoek geschoten natuurlijk. En ja, ik verwachtte dat Lars ken ik natuurlijk nog van Venlo. Die weet dat ik vaak daar schiet. Dus ik dacht misschien lekker door midden. Ja, het is natuurlijk zo zuur als in de laatste minuten je een goal tegenkrijgt. Omdat je natuurlijk, je hebt niet heel veel. Twente heeft natuurlijk veel meer de bal. Alleen, ik denk over het algemeen in de hele wedstrijd dat wij misschien wel de betere kansen hebben gehad. Ja, we speelden vandaag best wel veel lange ballen. En ik denk dat we nog meer konden voetballen. Maar dan kom je nog natuurlijk meer aan de bal en dan kan je natuurlijk nog wat dreigender worden. Ja, laten we dat bewaren voor zondag. Ja, vorige keer hebben we volgens mij thuis ook 1-1 gespeeld en uit 3-3. Dus als het dat weer wordt, dan gaan we zondag verlengen. En dan misschien wel weer penalties. En dan weten we allemaal hoe het afloopt natuurlijk. Ja, dan gaan we natuurlijk winnen. Schiet jij hem onderkant lat en dan pakt Olij een paar ballen. Ja, dat zou een geweldig scenario zijn. Daar teken ik nu voor.